Bram Peper en Nelly Kroes zijn een stel in meerdere opzichten. Zij was, hij is minister. En beide besturen ze liever omdat ze het bestuur controleren. En allebei worden ze gek van de trage besluitvorming in de politiek. Schiphol bijvoorbeeld. Af en toe is het wel wat verwonderlijk. Ik ben daar nu meer dan 11 jaar weg. Wanneer je vaststelt dat sommige dossiers ongeveer nog net zo eruit zien. En dan zeg ik in hemelsnaam hak knopen door. Mijn stelling is, de democratie moet ook laten zien dat ze in tempo zaken tot een goed einde kan brengen. In een speciale gemeenteraadsvergadering wordt Peper na 16 jaar uitgezwaaid als burgemeester. Herinneringen zijn er aan het ongeduld van Peper, de man van de grote lijnen, die soms vond dat de raad te lang en te gedetailleerd debatteerde. Ik kan u verzekeren dat je als spreker, die zich wat op de voorzitter concentreert, danig uit je concentratie kunt raken wanneer iemand brillend begint te poetsen, naar het plafond te staren of uitgebreid nee zit te knikken. Kwam voor. Peper wil altijd net iets harder lopen dan de rest. Hij wil knopen doorhakken, ook in Den Haag. Net als hij in Rotterdam deed. Ik ben burgemeester van Rotterdam. Van maart 82 tot augustus 98. Die met een zeker ongeduld was behept. Die zich haastte als hij de tijd had om tijd te hebben als hij haast had. Haast, ja, als men bedoelt dat ik nooit heb willen toegeven aan het Hollandse besluitvormingstempo, aan de benauwenis en traagheid, het is door de lokale burgemeester al genoemd, van het bestuur in onze moerasdelta. Ik heb meerdere malen naar voren gebracht dat democratie geen stelsel is voor bange mensen. Het is vaak interessanter, belangrijker, uitdagender om een draagvlak te maken dan er voortdurend naar op zoek te zijn. Op zijn afscheidsreceptie hoor je dat het ongeduld van Peper goed gewerkt heeft. Want Peper laat een vernieuwd Rotterdam achter. Maar in Den Haag is alles taaier. Dat is tegelijkertijd die andere kant van de medaille. Dat het hem wel eens zou kunnen opbreken dat die bestuursprocessen in Den Haag in vergelijking met het lokale niveau toch nog aanmerkelijk trager verlopen. Ik hoor steeds ook van de heer Peper zelf dat hij zo'n ongeduldige man is. Nu kent u als geen ander als oud-minister de Haagse stroop. Gaat hij daar niet even drinken? Nee hoor, absoluut niet. Hij heeft ongelooflijk veel kennis van zaken. En hij is politicus genoeg om daar goed mee om te gaan. Meneer Peper, uw vrouw heeft er nog wel alle vertrouwen in. Maar hoe kunt u nou in hemelsnaam, als u zo'n ongeduldig mens bent, in Den Haag gaan zitten tussen al die stroop? Nou, dat is wel een goede vraag. Nu een goed antwoord. Nu een goed antwoord. Nou ja, ik hou van het avontuur, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, ik hou van dingen die ik niet ken of onvoldoende. Begrijp dat helemaal altijd geïntrigeerd. Als je dingen... Bevalt het in de stroop na een maand of twee? Heel goed en minder. Ik bedoel, ik moet nog wennen aan allerlei dingen. Dus ik beschouw het maar als beginnersproblemen. Waar moet u aan wennen? Nou ja, ik moet wennen aan het feit dat er lijkt een grote mate van hype te zijn rond allerlei dossiers en zo. Begrijp je? Er is een enorme... Hype? Wat bedoelt u? Noemt u eens wat? Nou, opwinding en zo. Nou, dat ik denk wel een hype is, maar welk dossier bedoelt u? Nou ja, de hele discussie die er natuurlijk is over de Bijlmer en over dat soort dingen. Ik bedoel, het zal allemaal wel kloppen, maar op een gegeven moment heb ik het gevoel van wanneer komt daar eens een keer ook een eind aan. Hè? Dus... Ik bedoel, de hele discussie over de Bijlmer-ramp is een hype? Nou, het gaat om een belangrijke zaak, maar ik vraag me dus af, het duurt al zo lang, begrijp je? Dus dat komt toch door de overheid zelf, meneer Peper, onder andere. Dat geldt toch ook voor andere dossiers? Als we praten over Srebrenica, ik heb het net met uw vrouw over Schiphol gehad als oud-minister van Verkeer. Ja, ja. Is het toch de overheid die, ik wil niet zeggen de hype creëert, maar wel die stroop? Nee, ik zit ook niemand uit te sluiten van mijn verwondering over dingen. Ik geloof dat ook de politiek en de overheid, ik bedoel, dat valt dan een beetje samen. Ze moeten afvragen of je dingen niet wat sneller zou kunnen afwikkelen met goed onderzoek en wat iets meer zijn. En ik zie dus die enorme stroperigheid in het land alleen maar toenemen, terwijl ik het ongeduld bij de mensen zie groeien. Die willen op een gegeven moment helderheid over iets hebben. En mijn stelling is, de democratie moet ook laten zien dat ze in tempo zaken tot een goed einde kan brengen. Dus u hangt niet de stelling aan van bijvoorbeeld de milieubeweging die zeggen nee, geen stroperigheid. Dat is maximale inspraak voor omwonenden, voor belanghebbenden. Dat is echt onzin.
met permissie. Het gaat erom dat je in het begin van een beleidsproces, het begin van plannen, zegt mensen wat vinden we daarvan. Daar hebben we ook trouwens in Rotterdam hele goede ervaringen mee. De spoortunnel is hier neergelegd, dat is echt een groot project. De stadsvernieuwing is gemaakt. En beginnen we tegen de mensen, dat zijn we met elkaar van plan. Ja? Wat vinden jullie ervan? En zullen we dat eens een keer als een uitdaging zien? Je kunt toch geen huizen bouwen terwijl... Sorry dat ik u onderbreek, u praat zo bevlogen. Volgens mij mist u het nu al. Oh, ik mis Rotterdam wel, natuurlijk. Ja. Daarvoor heb... Nu al? Ja, ik heb met hart en ziel in deze stad gewerkt. Het zou heel gek zijn als ik zeg, nou, ik mis niks. Ik bedoel, ik ben van vlees en bloed en ik mis deze stad. Op zijn eigen terrein heeft Peper al een duidelijk doel. Nederland moet veiliger worden. Dat is mijn doelstelling. En daar heb ik ook een aantal anderen voor nodig. Maar mijn doelstelling is, kan dit land op een aantal fronten, maar gemeten. En naar één maatstaf op een gegeven moment dat je zegt, nou, Nederland is op weg een veiliger land te worden. Ja, daar zit ook dat ongeduld weer bij. Daar zit het ongeduld, is gewoon een doeleinde stellen. Maar nu even de politieke vraag. Is uw ministerschap dan mislukt straks als Nederland niet veiliger is in 2002? Antwoord ja.